wij organiseren een actie Stappen voor Natuur. Dat betekent dat we een signaal af willen geven naar staatssecretaris Bleker. Vanwege de zijn bezuinigingen die hij wil doorvoeren, onder andere voor Staatsbosbeheer. Ze willen 600 miljoen gaan bezuinigen, dat betekent 72%. Er zal bezuinigd moeten worden op beheer, paden zullen niet onderhouden kunnen worden. Dus wij verwachten dat het minder aantrekkelijk zal worden om hier gebruik van te maken. Ook zal het gebied voor de ecologische hoofdstructuur verkleind worden, behoorlijk verkleind worden. Dat betekent dat de diversiteit van planten en dieren verminderd zal worden. Tenminste, dat is onze angst. Mark Kras van Staatsbosbeheer, die zal ons vertellen over dit mooie gebied. Waarom werk ik mee? Omdat ik gastheer ben voor dit gebied. En dat ben ik voor iedereen. De parkeerplaats staat vol. Er wordt gemountainbiked, er wordt gewandeld, er wordt genordicwalked, er wordt paard gereden. Het is ongelooflijk hoeveel mensen hier op dit moment eigenlijk aan het genieten zijn van die natuur. Wat ik ga laten zien in de duin is datgene wat Staatsbosbeheer daaraan doet. Aan werk om dat voor elkaar te krijgen. En op welke manier we samenwerken met allerlei mensen om dat voor elkaar te krijgen. Het paaltje maakt onderdeel uit van de Kunst in Duinroute. Kunst in Duinroute kun je lopen aan de hand van een folder die we met Staatsbosbeheer hebben gemaakt. Die verkrijgbaar is bij de duinrand. De boom gaat terug naar de natuur. Ik geef hem alleen een tweede leven. Ja. In plaats van dat hij versnipperd wordt tot papier of in de open haard gaat. Maak ik er beelden van. 75% van alle plantensoorten die in Nederland voorkomen, komen in de duinen voor. Die reeën die springen hier met twee vingers in de neus achterwaarts overheen en denken, oh, wat was dat dan? Dat is altijd mijn grote liefhebberij geweest. Natuur, natuurbehoud en rondwandelen in de natuur. Ja, natuur is alles. Staatsbosbeheer wordt ontzettend beknibbeld. Kijk, dat ze personeel moeten ontslaan. Er is al zo weinig personeel. Ja, dat moet opgeruimd worden. En een moeilijkheid is dat Staatsbosbeheer niet overal tegelijk kan zijn. Dit was mijn laatste verhaal. Bedankt. Nu gaan we richting de koffie. We gaan inderdaad richting de koffie voor de mensen die dat willen. Ik wil je hartelijk bedanken voor je verhaal. En het zal heel moeilijk worden. We hebben de tijd natuurlijk niet mee met bezuinigingen. Maar ik denk wel dat het waard is om voor te vechten.